Hugo Peters, veel mensen kennen jou als Nederlandstalige zanger, maar vandaag zijn we bij het Dialectfestival. Ja, dat klopt. Ik kreeg van de week een telefoontje en werd gevraagd of ik als artiest van Gelderland mee wilde doen met een liedje in Gents dialect. Dus ik vond het hartstikke leuk en ik was blij verrast. Dat is het liedje Hier in ons mooie dorpje Gent. En ik heb het nummer in 2007 heb ik het gezongen. Speciaal ter gelegenheid van de Gentse vlag die gepresenteerd werd. Want Gent kreeg een Gentse vlag. En eigenlijk daarna kwamen er heel veel reacties van mensen van we zouden dat liedje wel graag op single willen hebben. Het was de plaatselijke chocoladezaak die zei van nou, ik ga de persing betalen en ik wil hem exclusief op mijn toonbank hebben. En mijn pond chocolade werd die toen weggegeven en binnen een week waren ze allemaal weg. En als je dan zo uitgenodigd wordt voor zo'n dialectfestival, heb je dan niet zoiets van misschien moet ik het weer eens vaker doen? Ja, het zet je wel een beetje aan het nadenken van god, dat het zo leeft, dialect. En wie weet. Ja, sowieso is het ontzettend mooi dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het Nederlandstalige lied. En daarnaast is het stukje dialect. Heel veel jonge mensen, als ik dan over mijn dorp Gent praat, die spreken al bijna geen Gents dialect meer. Dus het is inderdaad wel iets wat heel langzaam verloren gaat als je niet oppast. En dat is eigenlijk ook wel weer heel jammer. Dus daarom is het een heel mooi initiatief. We hebben onlangs 30 mei de presentatie gehad van het nieuwe album Hemels. En in de tweede week is hij zelfs in de albumtop 100 binnengekomen op 71. En op het moment ben ik druk bezig met een promotour langs diverse radiostations om het album onder de aandacht te brengen. Nou, voor de mensen die het album willen hebben, ze kunnen kijken op mijn site www.hugopeters.nl. Maar ze kunnen natuurlijk ook naar de TV Oranje Shop en daar het album bestellen.